We zijn vandaag op het Kamp van Zeist bij het Militair Luchtvaartmuseum, waar de tentoonstelling van pioniers tot professionals wordt geopend als aanloop naar het jubileumjaar 100 jaar Militair Luchtvaart dat in 2013 wordt gevierd. Dames en heren, bezoekers die hier straks een vlucht door de tijd maken, zien dat onze militaire vliegers met toenemende kracht in de lucht vrede en veiligheid hebben verdedigd en hebben gebracht in Nederland en wereldwijd. Militaire luchtvaart is uiteraard voornamelijk mensenwerk. En dat is ook de reden waarom de expositie achterbij zo bijzonder is. De grote panelen illustreren niet alleen de veranderingen die het luchtwapen de afgelopen jaren onderging, maar ze vertellen ook de geschiedenis van de militaire luchtvaart aan de hand van persoonlijke verhalen. En het zijn deze verhalen die samen als een rode draad door onze militaire luchtvaarthistorie lopen. En vanaf deze plaats spreek ik daarbij respect en waardering uit voor de professionals van de Koninklijke Luchtmacht, voor het vliegende personeel en voor het grondpersoneel. Het Militaire Luchtvaartmuseum neemt ons met deze expositie in vogelvlucht mee door het verleden, door het heden en de toekomst van de militaire luchtvaart. Van de Brik van Van Meel tot de Spitfire, van de Balkhoff tot de Apache en van de Starfighter tot de F-16 tot de F-35. Laten we hopen, de F-35, want de F-35 is verreweg het beste toestel en harde noodzaak als we naar de toekomst kijken. Maar vandaag zijn we hier om vooral te genieten van de expositie achter mij. Ik wens iedereen dan ook veel kijkgenoegen vanmiddag en wij gaan samen op naar een geweldig jubileumjaar, 100 jaar luchtmacht. Dank u wel.